Dag dames en heren. Vandaag begon de dag op veel plaatsen nog altijd met bewolking. In het uiterste zuiden van Brabant is zelfs nog een bui gevallen, maar in het noorden waren al opklaringen aanwezig. En in de loop van de ochtend wisten die opklaringen ook al de regio Den Haag te bereiken. Op de satellietbeelden kunnen we ook duidelijk zien dat de dag op veel plaatsen grijs is begonnen. Bewolking in het midden en zuiden van het land. In het noorden, daar kwamen al opklaringen voor en de bewolking trekt geleidelijk aan naar het zuiden weg. Dat betekent dat in Limburg, Brabant en Zeeland ook uiteindelijk vandaag de zon steeds vaker tevoorschijn gaat komen. Maar de meeste zonneschijn verwacht ik dus in het noordelijk kustgebied. Landinwaarts vormen zich vanmiddag ook wel weer wat stapelwolken. Maar vanmiddag blijft het overal droog. De wind waait uit noord of noordoostelijke richting. Matig van kracht. Bij dat alles, een temperatuur van een graad of 20 in het Waddengebied. 22, 23 graden dieper landinwaarts. En dat zijn vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Vanavond verdwijnen steeds meer stapelwolken is het nog een tijdje prachtig zonnig weer. De wind gaat voorzichtig wat afnemen en de temperatuur gaat langzaam omlaag. Vannacht kan het uiteindelijk in het binnenland afkoelen tot een graad of 10. En plaatselijk ontstaat dan een mistbank in stedelijk gebied en aan zee is het overigens wat minder fris. En morgen, na het oplossen van eventuele ochtendmist, verder vooral veel zonneschijn in de ochtend. In de middag ook wel wat stapelwolken, maar de dinsdag verloopt in heel Nederland droog. Bij een wind uit opnieuw noordoostelijke richting wordt het wederom zo'n 20 graden op de Waddeneilanden, 22 plaatselijk 23 graden in het binnenland. Daarmee is het ook morgen heel rustig en vriendelijk augustus weer. Fijne dag verder.